Yo gasten, Darf hier met vandaag een nieuwe gameplay commentary op het kanaal van Visionator NL. Het onderwerp van vandaag is waarom het zo belangrijk is om in leven te blijven. Of in het kort uitgesproken, momentum in je eigen gameplay. Een side note, als ik in deze video over het woord momentum spreek, dan bedoel ik niet de game mode in Advanced Warfare momentum, maar gewoon het woord op zich momentum. Om een goed beeld te krijgen van wat momentum nu precies betekent, voortzetting van snelheid. Pushkracht is een woord wat ik in mijn vocabulaire of mijn game vocabulaire een beetje als een synoniem voor het woord momentum heb. Dus pushkracht, snelheid, dat soort dingen. Nou, momentum heeft ook te maken met een Call of Duty potje. In Call of Duty gaat het er natuurlijk om in je game mode dat je wint. En dat betekent dus de meeste kills halen, de meeste punten verzamelen, dat soort dingen. En ja, wanneer doe je dat? Kills halen en punten verzamelen en dat soort dingen. Als je in leven bent. Dat doe je dus niet als je dood bent. Als je dood bent en op je respawn wacht, kun je geen kills halen, kan je niet objective capturen, kan je dus helemaal niks. Dus nou ja, de momenten dat je in leven bent zijn natuurlijk heel belangrijk, omdat je daarop doet wat je moet doen. Wanneer je in leven bent in Call of Duty en die kills haalt zonder ondertussen dood te gaan, hou je natuurlijk ook je killstreaks waarmee je of je team support met bijvoorbeeld UAV's, system hacks, fast, counter UAV's, scramblers, allemaal dat soort dingen, weet je wel, waar je een beetje die awareness mee verhoogt van jouw eigen team of awareness verlaagt van jouw tegenstanders. Dat zijn een beetje de supportstreaks, zijn ook heel belangrijk. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook nog de streaks waarmee je vijanden kan killen. Door middel van bijvoorbeeld een specialist strike package in Modern Warfare 3 en in Call of Duty Ghost. Of assault streaks zoals bijvoorbeeld choppers, AC-130's, drones. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. Jullie begrijpen me vast wel. Door die killstreaks te verkrijgen en te gebruiken, bouw je eigen momentum op. Je gaat zelf dus niet dood, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dan hou je dus je kills, je killstreaks, waarmee je vervolgens de vijand killt, nog meer killstreaks haalt. Of je helpt je teammates met het halen van de killstreaks doordat jij je supportstreaks haalt. En wat er dan dus vervolgens gebeurt, is dat de vijand geen kans krijgt om kills en streaks te halen. Doordat jij ze elke keer aan het killen bent, doordat zij meer dood zijn dan in leven zijn. Wat je dan dus krijgt is dat je een voordeel krijgt op de tegenstander. De tegenstander die heeft niet die pushkracht om streaks te halen. Vervolgens blijven ze ook elke keer buiten de objective spannen. Terwijl als je in leven bent gewoon rond de objective kan blijven lopen. En je hebt veel meer actietijd. Je hebt veel minder tijd waarbij je elke keer naar de actie moet toelopen vanuit je span. Daarom is het ook heel belangrijk dat je in leven blijft. Omdat je dan dus inderdaad die pushkracht kan verhogen. En ook gewoon meer actietijd hebt. Waarom is die pushkracht, die momentum zo belangrijk? Nou, doordat je dat momentum hebt, heb je natuurlijk de vijand veel minder kans om ook dat momentum te verzamelen. En doordat je ook de pushkracht hebt, kun je mapcontrol krijgen, kun je verder op de map komen en de map ook echt gaan controleren. Vooral op domination is dat heel belangrijk. Als je bijvoorbeeld een spawnvlag hebt, A of C, over lineaire maps gesproken dan trouwens, en waar je dan B in het midden hebt, dan kan je vaak dus gewoon je spawnvlag pakken en de B-vlag en zo ver oppushen in de map, zodat je een linie kan vormen op B, zodat je vanaf daaruit kan verdedigen en dus ervoor kan zorgen dat de vijand niet achter je spant. Dat kun je dus voor elkaar krijgen doordat jij de assault killstreaks hebt of de support killstreaks hebt, dat je weet waar de vijand zit of dat de vijand niet weet waar jij zit, en doordat je gewoon kills vanuit de lucht kan maken door middel van bijvoorbeeld een Warbird, een Paladin, een AC-130, een Osprey Gunner, een, wat heb je op Black Ops 2, een Swarm, een Lodestar, een Vital Warship, al die dingen. En natuurlijk is het ook heel leuk om die killstreaks te kunnen gebruiken, tenminste dat vind ik persoonlijk. Ik speel de Call of Duty altijd gewoon echt om die streaks te halen. Daarom vond ik Modern Warfare 3 zo'n super vet spel met die strike packages. En W3 is echt voor mij de eerste Call of Duty geweest waar ik echt heel erg hard in heb gespeeld. Het hele jaar door heb gespeeld. Black Ops 2 heb ik op zich ook al. Ik ben eerder begonnen met Call of Duty hoor. Maar W3 was echt mijn eerste Call of Duty game waar ik echt hardcore aan het spelen was. Maar ja, daarom is het zo belangrijk om dat momentum op te bouwen. Zodat jij voordeel krijgt tegenover de tegenstander. Pushkracht krijgt. En dat je dus de tegenstander niet de kans geeft om die dingen te halen. Jongens, dat was een korte video vandaag. De gameplay was ook wat korter dan normaal. Maar dat was hem voor deze video. Ik hoop dat jullie wat hebben aan deze tips. In het vervolg ga ik het natuurlijk ook hebben over hoe je dat nu natuurlijk precies doet. Dat langer in leven blijven, maar dat is natuurlijk voor een volgende video. Ik wil jullie zeggen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het hebben aan deze video. En tot de volgende.